Beste mensen, de donkere dagen van het jaar staan voor de deur. En misschien wordt het wel de donkerste periode van de coronacrisis. Code zwart dreigt in de zorg. Misschien kunnen we niet meer alle zorg leveren en krijgen die we gewend zijn. In de hele zorgketen, bij de huisartsen, de thuiszorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de ziekenhuizen, wordt keihard gewerkt om toch te proberen zoveel mogelijk zorg te leveren. Zij werken keihard voor u en voor mij. En ik wil u vragen om ook uw best te doen. Om te zoeken naar het beste in uzelf en te zoeken naar het beste in de ander. Ik wil u graag uitnodigen om ook te zoeken naar dat wat mooi is. Misschien vindt u dat in een boek of in een schilderij. In een liedje wat u luistert of wat u zelf zingt. Er zijn heel veel manieren om te zoeken naar wat mooi is. De gemeenteraad van Lochem ondersteunt er ook graag bij. Die hebben een kleine subsidieregeling gemaakt, bedoeld als zetje in de rug van noberschap in deze donkere tijd. En dat mag u helemaal zelf invullen. Van mijn part maakt u met uw eigen buurt een pannenkoekenbakwedstrijd. En gaat u digitaal op social media met elkaar delen wie als beste het hele alfabet in pannenkoekletters kan delen met elkaar. Het maakt niet uit, maar we moeten elkaar opzoeken. Want we zijn op zoek naar het beste in elkaar. Heb lief en hou vol. Samen komen we hier doorheen.